Vrijdagavond speelde het Nederlands basketbalteam het eerste duel van de WK-kwalificatie tegen Kroatië. Met in de wedstrijdselectie een Noord-Hollandse debutant, Terrence Bizar. Toen we eenmaal in de bus stapten om hier naartoe te komen. En ook toen ik hier het veld op stapte om de warming-up te doen. Ik zag al die mensen, weet je wel. Toen begon het inderdaad wel een beetje te kriebelen. Ja, dat was inderdaad wel nerveus. En dan mag je het volkslied gaan zingen. Hoe speciaal is dat? Ja, heel speciaal zelfs. Zeker voor zoveel mensen, Nederlandse mensen. Ik heb natuurlijk gezongen in de jeugdselecties. Maar daar zit je voor 15 Nederlanders eigenlijk een beetje te zingen. Dat is ook wel speciaal. Maar je kan het niet vergelijken met 3000 Nederlanders hier in dit stadion. Dus ja, ik kan eigenlijk niet beschrijven hoe het voelt eigenlijk. Nee. En dan zit er één zinnetje in dat volkslied. Wat in jouw geval natuurlijk wel grappig is. Van de Spaanse koning, ja, klopt. Ja. Ja. Want hoewel Bizar in Haarlem is geboren, verhuist hij op 9-jarige leeftijd naar Spanje, waar hij nu nog steeds woont. Toch voelt hij zich nog steeds behoorlijk Noord-Hollands. Ja, elke keer als ik de kans heb, ben ik weer hier eigenlijk. Dus ik zou zeggen dat ik best wel Noord-Hollands ben, ja. Ik zit normaal altijd bij mijn opa en oma in Hoofddorp. Daar heb ik gewoon een kamer waar ik gewoon elke keer als ik... volgende maand een paar dagen vrij, dan ben ik gewoon hier. Dus elke keer als ik de kans krijg, probeer ik een vliegtuig te pakken en hier te zijn. Ik had wel een beetje verwacht dat ik op de bank zou zitten, maar het is toch anders. Weet je. Als je bijvoorbeeld bij mijn club ben je het gewend, het is gewoon een normale situatie, dan ben je gewoon in je zone. Maar hier is het gewoon zoveel nieuwe dingen allemaal. Zoveel, voor mij zoveel nieuwe dingen, dat je gewoon, het is heel moeilijk om alles in één keer op te nemen eigenlijk. Dus ik had de eerste paar minuten, was het nog wel een beetje een shock, weet je wel, van kijk, ik sta nu hier met het gewoon de A-selectie eigenlijk. Maar daarna focus je toch wel op die game en op een gegeven moment denk je er niet meer aan. In de eerste helft krijgt Bizar geen speelminuten van coach Toon van Helfteren. Toch betekent dat niet dat hij niets te doen heeft. Ze hadden net 8 punten achter elkaar gescoord. Dus ja, dan probeer je ze eigenlijk een beetje te motiveren, te laten focussen op de tweede helft eigenlijk. Dat was mijn rol eigenlijk in deze wedstrijd. Maar toch blijf je stiekem wel hopen dat je erin komt natuurlijk. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Natuurlijk een kinderdroom vanaf kind af aan, droom je ook altijd gewoon om voor de A-ploeg te komen. Ook in de tweede helft moet Bizar op de bank plaatsnemen. En dus wordt het spannend of hij zijn debuut vanavond gaat maken. Helaas, hoewel het Nederlands team verrassend weet te winnen van Kroatië, zit Bizar de hele wedstrijd op de bank. Toch is hij niet ontevreden. Ik ben 20, dus ik bedoel, ja. Ik word gezien als, vind ik zelf ook, als een speler voor de toekomst. Misschien haal ik het niveau nog niet helemaal vergeleken met deze jongens nu. Ik denk dat ik heel dicht in de buurt kom. Maar ja, dat is gewoon blijven trainen. En ik denk zeker dat als de kans komt, moet ik hem gewoon pakken.